In deze bizarre tijden. Fucking bizarre tijden. Ik ben hier natuurlijk. Samen met Mima. Pjop? Waar de fuck is Pjop? Pjop! Oh! Oh! Fucking hell, boys. Hey, daar is hij, joh. Daar is hij. Hallo? Dames en heren. Dames en heren, we zijn er. We zijn er gewoon bij. Fucking hell. Jullie zien het dan misschien al wel. Misschien is het al wel duidelijk. Dit is ongekend. En dit is een ongekend tijdperk waar wij ons in bevinden. Dit is van de werkelijke zotte. Ik voel me raar, Bob. Ik ben aan het streamen vanuit mijn eigen huis. Het voelt serieus gestort. Ja, dit is heel apart. Mocht dat niet heel duidelijk zijn. Het zijn crisistijden, oké? Okay? Wederom ja. Aangescherpte regels. Drie of meer mensen buiten. Met minder dan 1,5 meter afstand. 400 euro boete. 400 euro boete. Evenementen sluiten tot 1 juni. In ieder geval. Bob, tot 1 juni zelfs, hè? Tot 1 juni. Dat is tot 1 juni. Tot 1 juni heb ik in de... ook gezien. Ach, dat is toch niet leuk voor die man, zeg. Dat is toch niet leuk. Tot 1 juni. Bob, ik moet zeggen, flink on the technical weer vandaag. Flink on the technical, zeg, om dit toch even weer waar te mogen maken. Ja, we hebben dit echt in recordtijd moeten doen, Pjop. Het is vanmiddag, we waren allemaal dingen aan het voorbereiden, deze stream aan het doen. En toen was het op een gegeven moment... Nou, Pjop, ik zal je het verhaal vertellen, ja? Ik zal jou het verhaal vertellen. Ik ben benieuwd. Ik weet niet waar ik moet kijken, trouwens. In een camera misschien. In een camera of in de chat, zou ik zeggen. Waar ben jij, Bob? Ben jij daar? Ja. Oké, ik ben heel benieuwd, Bob. Dit is heel raar, want ik ben nu gewoon mijn hele kamer in aan het kijken. Oké, Pjop, ik ga je nu... ik ga je dit verhaal vertellen, ja? Oké. Ik was met mijn moeder aan het afspreken. Vraag, kom ik even eten? Zei ze, leuk, is goed. Zegt ze, moet wel even erbij zeggen. Ze zegt, dat is gewoon belangrijk. Ik heb wel een beetje keelpijn. Zegt ze, lichte keelpijn. Ik zeg, ho. Dan doen we dan misschien... Ik zeg, maar dat doen we misschien een andere keer. Zegt ze, nee, ik ben niet ziek hoor. Zegt ze, nee, geen zorgen, ik ben niet ziek, niks aan de hand. Maar ik moet het je gewoon vertellen voor de zekerheid. Ja, heel zeg, netjes. Weet je wat? Oké, ik ga gewoon langs. Oké. Ik ga in de trein ernaartoe. Laatste treinrit die ik mogelijk in mijn leven heb gemaakt, oké? Okay? Ja. Meerdere mensen hoestend in de trein. Denk ik, echt? Ja, want iemand was echt aan... Nou ja, iemand was aan het hoesten, maar ik hoorde ook tegelijkertijd gelach. Oké. Maar... Classic. Ja, oké, maar dubbele maar. Diegene was wel heel lang door aan het hoesten en ook aan het lachen en hoesten. En hij moest toch wel blijven hoesten. Dus van... Het was nog steeds een leuke grap. Het bleef een leuke grap. En... op het station zelf hoorde ik me toch een partij longen eruit gehoest worden in een lift. Gewoon zo verderop dacht ik, wow, ik ga met de trap. Ik kijk jullie allemaal later dan ineens. In ieder geval, ik was er bij mijn moeder. Gaat gewoon allemaal goed. Vroeg ik, hoe lang heb je dat eigenlijk al, keelpijn? Ja, wel zo'n 1,5 week, zegt zij in één keer. Mam, 1,5 week? Ze van, Maar het is zo niks. Ik voel me helemaal gezond. Zegt, ik zou niet eens overwegen om normaal werk of iets af te zeggen hierdoor. Waar gaan we aan het eten? Schandalig. Waar werkt je moeder? Zandvoort? Nee, kom op. Italië. Italië werkt ze. Waar gaan we aan het eten? Doet ze, ik er is aan het eten. Doet ze en ik leg bloed. Echt mijn eten neer. Ik zo. Mam. Besef jij wat je nu hebt gedaan? Zegt ze, moet ze in één keer een beetje hoesten. En what the fuck ineens? Is ze van, mam, heb je dit eerder gedaan? Heb je dit eerder niet die nacht? Zegt ze, nee, eigenlijk pas sinds vandaag. Is ze van, oké. Ja, top. Dat is lekker. Job, ik heb sindsdien mijn temperatuur opgemeten. 37,9. Oeh, 38 graden. Dat is verhoging, Job. Dat noemen ze verhoging. Fucking hell, Bob. Dat noemen ze verhoging, Pjop en ballen! Dat is serieus kut. Van jouw moeder, hè? Van je fucking bloedeigen moeder. Ja, of van het OV. Dat kan natuurlijk ook. Of van wie dan ook. Het zijn water. Dat is wel te geven dat je moeder dat gehad heeft, want vandaag heb ik die laserlamp opgehaald bij jouw moeder.